Hey, daar kijkers van de Wombat Guru. Vandaag weer een nieuwe video op dit kanaal. En vandaag gaan wij het weer hebben over Minecraft 1.7. Wat er allemaal nieuw is vrijgegeven. Het is allemaal nog niet gereleased in snapshots of zoiets. Maar Jeb en Dinnebone hebben weer heel veel informatie vrijgegeven over Minecraft 1.7. The World Generator Update. Want ze hebben namelijk een naam gegeven. Dus niet, nog niet echt de officiële naam, maar zo gaat het waarschijnlijk heten. Dus laten we maar gewoon beginnen met Biomes. Want dat wordt dus waar de update over gaat. Ten eerste hebben ze veranderd hoe biomes in een map worden neergelegd. Dus hoe ze bij elkaar liggen. Dus op de linker map zie je als het in 1.6 is. Die map is 16.000 blokjes breed. En op de rechter map zie je hoe als het in 1.7 is. En die map is 32.000 blokjes breed. Moet je even goed onthouden dat ze niet op dezelfde schaal zijn. En wat je dus goed kan zien is dat op de rechter map kleinere oceanen zijn. Ook al is de map veel verder uitgezoomd, toch zijn de oceanen nog steeds veel kleiner. Dus dat is wel een goed iets. Ook zijn er nu een soort van clusters. Je hebt namelijk vier soorten categorieën van biomes die bij elkaar liggen. Namelijk snow covered, cold, medium en dry slash warm. Dus je hebt zeg maar alle snow biomes bij elkaar. Dus je hebt taiga en de normale snow biomes. En er komen misschien nog wel meer biomes. Je hebt alle koude biomes bij elkaar. Dus waar geen sneeuw op ligt, maar die wel koud zijn. Die er wel koud uitzien en zo. Dan heb je de medium biomes, zoals plains en forests. En de dry slash warm biomes. Dus dan heb je deserts. En ik denk jungle biomes. En misschien ook wel die nieuwe mountain clay biome dingen. Dus dat is wel echt cool. Daar wordt de biome generation wel een stuk beter door. Als ze dat goed bij elkaar liggen. En daardoor worden de wereld over het algemeen ook een stuk mooier, denk ik. Dan gaan we verder met een paar nieuwe biomes. Hiervoor moet je echt even op die like knop drukken, want het wordt echt een awesome update. Laten we beginnen met de Mesa biome. Dat wordt de Clay Canyon biome. Die gaat nu de Mesa biome heten waarschijnlijk. Ze hebben het niet aan elkaar gelinkt, maar Mesa is in het echte leven zoiets. Een Clay Canyon mountain biome. Gekke naam trouwens. Maar goed, Mesa. Dus laat ik nu een plaatje van zien. Dat is dus hoe als het eruit ziet. Dan hebben we een Redwood Forest en een Black Forest. De Redwood Forest hadden we al een keer gezien. Zie je nu een plaatje van zoals wij het kennen, de Redwood Forest. Maar nu we dus ook weten dat er ook een Black Forest komt, zitten we te twijfelen of dat eigenlijk niet gewoon een Black Forest is. En dat de Redwood Forest weer iets anders is. Dus er is veel verwarring. Redwood Forest zou namelijk ook zoiets kunnen zijn zoals je nu ziet. Dat is namelijk zoals een Redwood Forest in de Biomes ook Plenty mod uitziet. Of een andere Biomes mod, dat weet ik nog niet. Dus we zitten een beetje te twijfelen van wat is nou de Black Forest, wat is de Redwood Forest. Weinig informatie, we weten wel dat er heel veel nieuw komt, maar nog niet veel over wat er nieuw komt. Dan nog een Biome, de Savannah Biome. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Het ziet er echt super awesome uit. Ik laat even een plaatje zien, weer uit de Biomes op Plenty mod. Dit is hoe Savannahs eruit zien daar. Je hebt mooie bomen daar. En gewoon de kleur van het gras vind ik er mooi uitzien. Ik hoop ook dat ze daar dan nieuwe mobs misschien wel in doen. Ik verwacht het niet. Maar bijvoorbeeld een giraf of zo. Zulke soort mobs. We hebben nu alleen nog maar de boerderijdieren. Maar zulke soort mobs zou ik ook wel leuk vinden. Dan nog een biome. De Birch Forest biome. Dus dat is het gewoon een normaal bos. Maar dan helemaal opgebouwd uit berkenbomen. En misschien dan juist wel af en toe normale bomen ertussendoor. Want in een normaal bos heb je alleen maar normale bomen en dan heel af en toe een berkenboom. En dan zou het wel leuk zijn als in dat berkenbos juist heel veel berkenbomen zijn en dan heel af en toe een normale boom. Dat zijn de nieuwe biomes die Jeb heeft gereleased. Dan gaan we verder met nog iets over biomes. Want Jeb heeft, of Dinnebone heeft ook gezegd dat er nieuwe generator structures komen. Dus dat je bijvoorbeeld, we hebben nu een desert temple en een jungle temple en bijvoorbeeld een stronghold. Dat hebben we nu allemaal, maar daar willen ze dus meer van toevoegen, van zulke soort dingen. Dus misschien wel een iglo of een onderwaterstad, dus gewoon een NPC village onder water. Dat zou echt wel super awesome zijn als ze zulke soort dingen zouden toevoegen. Dan gaan we verder met fishing. Ze willen graag het vissen beter maken, dus leuker maken. Het is nu eigenlijk gewoon wachten dat je een vis krijgt. En je weet altijd zeker dat er een vis in de lijn komt. Maar daar heeft Dinnebone nu iets op bedacht. Je krijgt nu namelijk de kans om 15 verschillende items te vissen. Dus niet alleen gewoon het vis item. Maar je kunt nu ook een enchanted fishing rod krijgen. Een name tag, een lily pad, boots en nieuwe soorten vis. En misschien nog wel andere normale items. Maar wat je met die enchanted fishing rod kunt, is dat je betere items kunt krijgen. Want boots, die wil je natuurlijk niet hebben. Want dat staat als referentie naar, ik denk gewoon naar zo'n oude laars die je wel eens in tekenfilms ziet in het water. Dat je, als ze aan het vissen zijn.
Misschien ben ik de enige die dat ziet, maar dat maakt niet uit. Maar dus als je een enchanted fishing rod vangt met vissen, dan kun je daar waarschijnlijk heel makkelijk vis mee vangen die veel food geeft. Dus dat zou wel nice zijn. En ook name tags zou je dan daar waarschijnlijk makkelijker mee kunnen krijgen. Ook zijn er nu meer particle effects bij vissen. Zodat je bijvoorbeeld iets omhoog ziet springen, net zoals een echte vis zou doen. Een beetje spartelen. Dat zou wel echt mooi zijn. Sorry voor dat geluid. Dan hebben we nieuwe bomen. In een artikel op mojang.com staat dat Jap nieuwe bomen ging toevoegen. Dus niet alleen de cherryboom, wat ze al hadden gezegd, waar ze al iets over hadden gezegd. Maar dus ook misschien nog wel meer andere bomen. Dus daar zou ik wel blij mee zijn. Ik hoop dus die bomen die ze in Savannah Biomes hebben. Dat zou echt nice zijn. Dan draai ik even mijn papiertje met aantekeningen om. Dan, Rhythm Books. Die kun je nu namelijk klonen in een crafting table. Net zoals dat je maps kunt klonen, dus door een goede map en een empty map bij elkaar in te doen. Dus heb je bijvoorbeeld één goede map die je wil klonen. En dan nog een empty map en dan krijg je twee dezelfde maps, zodat je die bijvoorbeeld ook aan een vriend kunt geven. Dat kun je nu ook met Rhythm Books doen, maar dan in plaats van een empty map moet je een boek en quill erin doen. Dus heb je een Rhythm Book en een aantal boeken quills, hoeveel je er maar wil. En daar krijg je dan gekloonde Rhythm Books van. En die kun je dan bijvoorbeeld aan je vrienden geven of aan je clan of zoiets in een server. Dus dat zou wel handig zijn. Dan item frames. We gaan nu een hele lijst af met kleine dingetjes. Er komen zo meteen nog wel leuke dingen. Dan nu item frames. Als je die nu slaat, als er een item in zit, dan dropt hij eerst het item zelf. En als je hem dan nog een keer slaat, dropt hij ook de item frame. Dus niet dat als je slaat, dat hij meteen het allebei dropt. Zo kun je makkelijker item verwisselen in een item frame. Dat is wel nice. Dan, je kunt in een item frame ook zien, als je een naam aan een voorwerp hebt gegeven in bijvoorbeeld een anvil, dan kun je dat als je dicht bij het item frame ook erboven zien staan. Dus dat is wel handig als je bijvoorbeeld een hele of andere galerij hebt. Een kunstgalerij met de namen van de kunst. Zoiets. Dan een resource pack. Resource packs, dat kennen we al van 1.6, maar daar hebben ze nu wat dingen aan aangepast. Ingewikkeld verhaal, dus wees niet treurig als je het niet snapt. Je kunt nu namelijk meerdere resource packs tegelijkertijd gebruiken. Door ze boven elkaar te zetten in het rechterscherm. Want er is nu een heel nieuw venster. Ik laat nu een plaatje zien van een nieuw venster. Daarna een plaatje van hoe je ze kunt verwisselen. Dat is, laat het de video zelf zien van het plaatje. Waar dit handig voor kan zijn, dat is een beetje een vaag verhaal, is dat je dus, als je bijvoorbeeld een resource pack hebt met alleen maar zout, en een resource pack met alleen maar textures, dus alleen maar met beelds, dan kun je die dus boven elkaar zetten en dan gebruikt hij ze van allebei. Dus dan wordt het samengevoegd in een nieuwe. En default staat altijd onderaan, dus als er iets mist in alle resource packs, dan gebruikt hij gewoon de default texture, dus dat is wel handig. Dan is er een nieuw optiemenu voor volume, dus voor het geluid. Er zijn nu namelijk allemaal switches voor alle verschillende soorten geluid. Je hebt in-game music, jukeboxes plus noteblocks music, hostile mobs, passive mobs, players, weather, blocks en environment en de master volume. Dus daar kun je dus alles apart mee aan en uitzetten. En ik ben echt heel blij dat je het weer nu apart aan en uit kan zetten. Dat is altijd heel erg irritant. Gewoon dat verschrikkelijk harde geluid van het weer. En dat is eigenlijk alles wat ik jullie wilde vertellen. Ik ben er een beetje snel doorheen gegaan. Want ik heb het net al een keer gedaan, deze video. Maar toen zonder het geluid van mijn stem op te nemen. Dus dat is niet echt handig. Dus daarom klinkt het misschien niet heel spontaan. En af en toe dat ik er een beetje zat van ben. Maar dat komt omdat ik dit nu eigenlijk al voor de derde keer allemaal aan het bedenken ben. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik ben echt heel enthousiast over 1.7. Laat een like achter op deze video. Voeg hem toe je favorieten en abonneer op dit kanaal. Wees er wel, blijf er wel met zijn en wombat. Tot de volgende keer. Hopelijk donderdag een snapshot. Hoop ik echt. En bye bye.